Ik ga een nieuwe quadcopter bouwen en in een serie video's ga ik uitleggen hoe ik van de bestelling tot daadwerkelijk de race kom. De bestelling heb ik al gedaan op banggood.com en het is ook netjes binnengekomen. En in deze video ga ik dan ook het boodschappenlijstje bespreken. Het is een boodschappenlijstje die redelijk herkenbaar is als je eerdere video's van mij hebt gevolgd. Boodschappenlijst V4 komt overeen. Dit is alleen dan een V4B zoals ik hem zou willen noemen. Voor mijn backup quadcopter en met iets geüpgraden onderdelen. De Racer Star setup, zoals ik hem eerder ook heb genoemd, helemaal kant en klaar. Die is erg prettig. Ik vind hem super vliegen. Ik wil voor de race die aanstaand weekend is, wil ik een reserve quadcopter hebben met vergelijkbare specificaties. En er is een nieuwe versie, een nieuw mooi kitje ook uitgekomen op Banggood. En die heb ik besteld. Was redelijk vlot bij mij thuis. En die ga ik dan ook morgen in elkaar zetten. Overigens wil ik ook nog even aangeven hoe ik daadwerkelijk die bestelling heb gedaan. Want daar krijg ik ook veel vragen over. Moet je namelijk nog rekening houden met extra kosten als je die spullen uit China laat komen? Die vraag krijg ik heel veel. En in heel veel gevallen, laten we stellen 99% van de gevallen, is dat niet zo. Op Banggood heb ik het eigenlijk één keertje gehad dat ik extra moest betalen. En toen had ik gekozen voor DHL Express Service. Toen was het binnen 3 dagen was het bij mij bezorgd. Maar ik kreeg wel van tevoren even een sms'je dat ik nog douanekosten moest betalen. En het was op die order van ongeveer 100, 110 euro. Was dat nog even 21% btw plus 13 euro nog wat. Voor deze bestelling had ik voor de expedite shipping gekozen. Dat was 5 euro extra, ongeveer 5 euro extra op een order van 130 euro. En dat was me wel waard, want daardoor was het binnen 5 tot 8 dagen in huis. Zoals gesteld werd op de site. Het was dus binnen 5 werkdagen thuis. En ik hoefde daar dus niet nog meer extra voor te betalen. DHL die heeft hem bezorgd, die vroeg aan mij een handtekening en that's it. Uitstekend als je dus zo'n heel doosje in een week thuis wil hebben. Om vervolgens in elkaar te knutselen en dan een week later daadwerkelijk ermee te kunnen gaan racen. De kit die je bestelt bij Banggood, die komt met uiteraard een frame. Het is de Real ACC X210 en dan de Pro versie. Er komen 4 ESC's mee. Ik heb er al even eentje uitgepakt om even te kijken hoe mooi die was. Er zit ook een Matec Power Distribution Board op. Heel mooi dingetje. En daaraan geplakt een mooi LED-bordje om de achterkant mooi licht te laten schijnen. En even kijken, uiteraard de motortjes. RacerStar BR2205 2600 kV is dit. En een flight controller om de boel helemaal aan te sturen. Een CC3D Revo F4. Dus een van de snelste bordjes die er nu zijn. En een setje props, 7 sets aan hele mooi gekleurde propellers. King Kong 50-40 tri-blades. Dat komt allemaal mee in het kitje. En wat heb ik nog meer besteld? Ik heb extra propellers besteld. Altijd handig. Aan die 7 setjes heb je echt niet genoeg. Zeker niet als je ermee gaat beginnen. Dan ga je crashen en dan ga je de propellers breken. De PDB die erbij zit, die ga ik niet gebruiken. Ik ga de Hub OSD gebruiken. En in dit geval is dit de Hub OSD X-Type. Dus het is het vierkante model die ik voor het eerdere frame of het eerdere beeld die ik heb gemaakt nog niet er was. Die ga ik nu hier zo inbouwen. Heeft allemaal vergelijkbare features. Duidelijke OSD in je beeld. Met lekkere grote letters wat ik wel prettig vind. Current sensor om goed stroom in de gaten te houden van je lipo's. En uiteraard ook gewoon een goed power distribution systeem. En het mooie is, het komt volgens mij allemaal uit dezelfde fabriek al van Matec. Kijk, die logootjes, die zijn gewoon vrijwel identiek, behalve dat er een ander naampje op staat. Gerespecteerd spul dus volgens mij. En mijn ervaring in die eerdere beeld die ik heb gemaakt, dat het gewoon perfect werkt. Daarbij heb ik ook nog gekozen voor een ontvangertje natuurlijk. Waar is die? Ja, hier is het ontvangertje. De FreeSky XSR, die heel mooi, heel snel kan communiceren met de Tyrannus die ik heb. Ik kies voor de XSR omdat het een heel mooi clean model is. De X4B die heeft nog pinnen erop zitten.
En die zou een voordeel hebben, wat sommige mensen vinden, dat je de antennetjes er makkelijk in het veld op kan drukken. Deze zou je moeten solderen als ze kapot gaan, als ze eraf gaan. Nou, dat is mijn ervaring. Tenminste, dat heb ik nog nooit gehad. Dus daar kies ik dan die ontvanger niet voor. Ik kies dan juist mooi voor een heel mooi laag model. Wat ook precies op de onderplaat en onder de PDW past. Camera gebruik ik de Runcam Swift. Die heb ik nog nooit eerder gebruikt. Eerder had ik de Foxeer, de HS 1177. En ik wil deze wel eens proberen. Het is een iets andere behuizing. Er zit hier nog een stevig mountje aan. Met volgens mij gewoon een koper of iets van messing schroefdraad erin. Wat wel prettig is als je hem daaraan vastzet. Want dan kan dat niet kapot getrokken worden. De lensje die erin zit ga ik vervangen door deze die ik er los bij heb besteld. Dit is een 2.5 lensje in plaats van een 2.8. Dus iets breder beeld. Ik heb eerder ook met breder beeld gevlogen. Dat is namelijk op die X210 die ik eerder had gebouwd. En dat was een 2.1 lens. Die is heel erg breed. Wat ook heerlijk vliegt. Je hebt echt gewoon een goed overzicht van de track. Maar in sommige punten vond ik hem dan net te wijd en kon ik minder goed in de diepte kijken. Of minder scherp zie je het dan. En dat zou dus net een tandje minder wijd met die 2.5 opgelost moeten worden. Ik ga dat ervaren hoe dat nu is met dit ding. Om daadwerkelijk die videostream in mijn goggles te krijgen, heb ik de Immersion RC Tramp gekocht. De Tramp die is ook verplicht op de evenementen. Want daar zit een heel mooi moduletje aan. NFC-chipje, zodat er met een Magic Wand kanalen uitgedeeld kunnen worden vlak voor de race. En ook kunnen deze trams in pit mode gezet worden, waardoor je niet tijdens de race per ongeluk de racers kan storen als je je quadcopter aanzet. Je kan gewoon dan niks meer uitzenden tijdens zo'n event. Ik heb hem nog even aan de topplaat van het frame gemonteerd. Deze is gewoon even geschroefd. En dat vond ik wel mooi van dit frame ook in het nieuwe ontwerp. Die heeft een gaatje in de topplaat zitten. Waardoor die SMA connector er heel mooi ingeschroefd kan worden. Zie je dat? Ik weet niet of het heel veel steviger is. Bij deze versie daar zie je dat de antenne eigenlijk horizontaal is neergelegd en met tie ripjes is vastgezet. Zit super stevig vast. Een hele mooie manier. En ik heb nog nooit een antenne eruit gerukt gehad. Tuurlijk gaat die bovenkant, die klapt wel tegen de grond en dat plasticje is eraf. Maar de antenne zelf zit er gewoon nog heel stevig op. Maar ja, in dit geval met die tramp, waar dan zo'n pigtail aan zit met zo'n bulk connector, zo'n SMA bulk connector. Die kan dan mooi in het frame gedraaid worden en stevig vastgezet worden. Met ook als voordeeltje erbij, en dat zou dan, daarvoor zal het ook in dat nieuwe ontwerp gemaakt zijn, is dat de antenne ook niet meer naar beneden kan klappen en dat dan de propellers er doorheen slaan, wat hier is gebeurd, zoals je ziet. Even kijken. Ja, dan heb ik uiteraard nog een antenne, ook handig. Dit is dan een SMA-antenne, dus met zo'n klein piekje erin. Die kan mooi op de SMA-connector die hierop zit. Oh ja, mag ook niet ontbreken in een quadcopter, een heel klein piepertje. Dat zet ik eigenlijk altijd gewoon standaard in. Als je je quadcopter kwijt bent in het hoge gras, dan kan je even switch overhalen van je zender en dan gaat die piepen. En dan kan je weer iets makkelijker je quadcopter terugvinden. Nou, ik heb dan alle onderdelen behandeld die in het doosje zaten en die ga ik morgen meenemen naar Gather in Haarlem. Daar heb ik een plek gevonden om dit allemaal netjes in elkaar te solderen, schroeven, knutselen. En uiteraard neem ik dat dan ook op en dat zal je dan in de video, ik hoop morgenavond of misschien dan de dag daarna vinden. Hangt ook een beetje vanaf of ik nog een maiden flight met deze nieuwe quadcopter kan maken voordat daadwerkelijk de race gaat beginnen. Want die is zaterdag en ik hoop goed voorbereid met dat toestel ook daadwerkelijk kunnen gaan racen. En dat gaan we zien. Blijf je me volgen. Abonneer dan even op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En like ook de video als je hem interessant vindt. En uiteraard als je vragen hebt, dan kan je dat achterlaten in een reactie onderaan dit bericht. Alright, tot de volgende keer.